Hallo Ram, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor oktober 2015. Mijn naam is Esther van Heerenbeek en ik heb een praktijk in astrologie, tarot en numerologie waarin ik mensen help inzicht geven in hun situatie, problemen of in hun levensopdracht. Nou, in deze filmpjes trek ik voor iedere maand, voor ieder sterrenbeeld, 3 kaarten die je kunt zien als een soort inzicht, tendens, advies, wat je voor de komende maand mag verwachten. Ik gebruik daarbij de Rider-Waite-tarot, omdat ik dat een heel prettig deck vind om mee te werken. En aan het einde van de 3 kaarten trek ik ook nog een zogenaamd dolfijnkaartje. En dat is een spreuk, een tekst, wat eigenlijk nog een beetje de puntjes op de i zet wat betreft wat je de komende maand als ram mag verwachten. Nou, de eerste kaart die ik getrokken heb is deze page van bokalen. Ik pak meteen even de andere kaarten erbij om even kijken om het verhaal compleet te maken. Het is namelijk zo dat ik aan deze zie, hè, dat is de koning van pentagrammen, dat je het in oktober wel behoorlijk druk gaat krijgen. Er gebeurt veel, er moet veel gebeuren, maar jij neemt daarnaast ook heel veel verantwoordelijkheden op je. En dat kan je wel eens boven het hoofd gaan groeien. En daarom is het heel belangrijk bij deze kaart om daarin heel goed je gevoel te volgen. Want heb je het gevoel van, hey, ik ga nu te ver, ik neem nu echt te veel op mijn hooi op mijn vork en daardoor ga ik me dus slechter voelen. Ik ben snel moe, ik slaap slecht, ik heb geen energie meer. Dan is het tijd om aan de rem te trekken, want dat is heel duidelijk. Het is heel goed dat je je verantwoordelijkheden neemt en dingen gaat doen, maar het moet niet ten koste gaan van je energielevel en van wat je aan kunt. Verder ben je waarschijnlijk ook bezig met dingen in gang te zetten, dus met nieuwe dingen wellicht, met nieuwe projecten. En daarbij is het heel belangrijk dat je beseft dat je heel even de tijd moet nemen om het allemaal te laten gebeuren. Ja, als ram heb je nu eenmaal heel weinig geduld. Je bent een vuurteken, dus ja, geduld is moeilijk voor jou. Maar het is belangrijk dat je toch eventjes afwacht en geduld opbrengt, want er hangt van alles in de lucht de komende maand, dus oktober. Maar het heeft wel heel even tijd nodig om vorm te krijgen, om zich te manifesteren. Zeker ook wanneer je opnieuw wacht, bijvoorbeeld je hebt gesolliciteerd of je bent met andere dingen bezig. Dan is het belangrijk dat je daar gewoon even de tijd voor neemt en dat je het op je af laat komen. Je hebt alles gedaan wat je kon doen, dus dat hoef je jezelf ook niet meer af te vragen. Maar zorg dan dat je heel even het afwacht. Dan komt het vanzelf wat bij jou hoort naar je toe. Nou, daarnaast zou ik dus inderdaad nog een dolfijnkaartje voor jou trekken. Dat heb ik gedaan. En hierop staat wonderen gebeuren, of je het gelooft of niet. Nou, dat sluit mooi aan bij dat laatste stukje wat ik vertelde bij deze 8 van staven. Als je de tijd geeft, als je even geduld kunt opbrengen en het gewoon even laat vormgeven, dan krijg je wat je wilt, dan krijg je waar je voor hebt gewerkt en dan krijg je waar je je voor hebt ingezet. Nou, daarbij wens ik je natuurlijk heel veel succes deze maand. Wil je meer informatie of zelf een keer een persoonlijk consult wat diepgaander gaat, dan kun je altijd naar mijn website gaan. Alle gegevens vind je hieronder. Ik heb ook boeken, zowel een astrologische almanak die ik geschreven heb, als tarot voor beginners. Wil je daar een keer naar kijken, dan kan je ook alle informatie hieronder vinden, onder deze filmpjes. Nou, ik dank je heel hartelijk weer voor het kijken en ik hoop je in november weer terug te zien. Tot ziens!